Het is voor alle duidelijkheid een beetje aangetikt. We zien twee kinderouders en we mogen het kind. En wat ze met hem doen, benieuwd wat u daarvan vindt. Dat komt toch in het echt niet voor, ik doe protesteren. Want dit soort ouders laat je toch gelijk arresteren. Daar heeft u wel een punt, maar ja, we spelen theater. Vergeet dus de realiteit, dat is iets voor later. Heeft u last van jeugd? We zijn dus de rappers en we zijn een soort van koor. We leggen de verbinding, maar dat had u vast wel door. Vandaar de microfoon, ze moet ons wel kunnen horen. Want anders gaat de logica van het verhaal verloren. Daar, een bordje. Hotel Kindervreugd, rechtsaf. 500 meter nog, we zijn er. Stop! We kunnen helaas niet verder mee, lievertje. We moeten tenslotte ook nog een vliegtuig halen. Nou schat, succes. En gedraag je een beetje, het is duur genoeg. Dit was de ouverture, maar nu begint het echt. De ouders zijn vertrokken, maar oh, wat zijn ze slecht. En midden in de wildernis staat onze jonge held. En wat er straks te wachten staat, dat is hem niet verteld. Maar het bordje en eindigt bij een hek. Daarachter ziet hij een hotel, wat is dat voor een plek? Wat kan hij daar verwachten? Misschien valt het wel mee. Misschien is het wel vol te houden voor een week of twee. Heeft u last van jeugd? Hoofd en kindervreugd. We zijn dus de rappers en we zijn een soort van koor. We leggen de verbinding, maar dat had u vast wel door. Vandaar de microfoon, ze moet ons wel kunnen horen. Want anders gaat de logica van het verhaal verloren. Wat is er, Mara? Ik lust geen grutpap, juffrouw. Ik krijg het echt niet weg. Ik moet koken als het... Denk aan het zachtste gebod, Mara. Van grutpap wordt je groot en sterk. En als je zeurt, krijg je nog een extra bord. Juffrouw, mag ik nog een bord? Het vierde gebod, Joachim. Gij zult niet gulzig zijn. Denk erom. En de daarbij behorende lesmethode. Zo krijgt u een indruk van de vele ontberingen in het tragische leven van de arme leerlingen. Het eerste gebod is: ga je zoon niet spelen. Dan wordt het lastig om je niet te vervelen. In heel totaal is geen speelgoed te vinden. Dat is wel iets om je over op te winnen. Want spelen is doelloos, verspilling van tijd. Het toppunt van inhoud van zijn ledigheid. Speelgoed, het zou moeten worden verboden. Dus hiervoor bedachten ze de volgende methode.
Het vierde gebod, met elke zware straf, op elk hang naar genot. Eet en drink met mate is benenne heilig. En hou je er aan, ben voorlopig veilig. Maar vind je iets lekker, dan wordt het geschat. Geef er niet aan toe, hou jezelf in de hand. Iets lekker vinden is de strengste verboden. Dus hiervoor bedachten ze de volgende methode. Dit gaan we maar even niet live demonstreren. Er zitten tenslotte kinderen in de zaal. Ali, wat is dit? Vertel jij het even aan de mensen, die gaan het niet geloven. Dit is de anti-wiebelstoel. En geloof of niet, een wiebelkind wordt hier vastgesnoerd. In zijn onderbroek. En dan gaan al deze armpjes naar binnen. Met de kriebelveertjes tot op een millimeter van het blote kind. Probeer dan maar eens te wiebelen. Het zijn natuurlijk ook wel watjes, die kinderen. Een beetje vent moet ook wel tegen een beetje gekriebel kunnen. Wacht, ik probeer het gewoon. Ga je gang. Ongelooflijk, wat een toestand. De buurvrouw zorgt wel voor haar. Dan moet hij wel thuis zijn natuurlijk. Spijt me te moeten zeggen, maar nu hebben we dus weer een soort van probleem als het ware. Meneer Ko had voor deze scène een heel dorp in gedachten en gemaakt. Weken aan gewerkt. Een gigantisch gangstelsel van panlatten en karton. Super realistisch. Opbouwtijd een uur en drie kwartier minimaal. Mocht niet. Dus beperken we ons weer tot een verbaal record. Onze twee helden sluipen door de donkere gangen van Hotel Kindervrucht op zoek naar de keuken. En dat valt in het donker nog niet mee. Ze zien geen hand voor de ogen. En ze lopen voortdurend het risico door de afschuwelijke Prunella te worden betrapt. Maar uiteindelijk bereiken ze de keuken. Dus daar zit iemand. Twee iemanden. En die hadden niet op bezoek gerekend. Tada! Ook direct initiatief. Prunella te verjagen is een supercool idee. En Klaas en Isabella, die doen voorzichtig mee. Hoe krijgen ze Prunella zo bang dat ze vertrekt? Wat kunnen ze verzinnen voor een maximaal effect? En hoe groot zijn de risico's? Want stel dat dit mislukt, dan worden ze nog dieper in de ellende getrokken. We leggen de verbindingen, maar dat had u vast al door. Vandaar de microfoons, je moet ons wel kunnen horen. Want anders gaat de logica van het verhaal verloren. We zijn de rappers, we zijn een soort van koor. Wat ons betreft gaat u er zo snel mogelijk vandoor. Omdat wij jullie zijn, is het alles compleet. En wat dat voor gevolgen heeft, ik denk dat u dat wel weet. Welk getal bedoelen ze? Tel maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12. 13! Hou op! 13, hou op! 13! Op 13! Allemaal! 13, 13, 13! Zeg ons alle het beste zijn. Zo onder het eind aan de hoofdzakkerij. Ja.
Zo, die hebben ze flink te pakken gehad. Maar ja, wat schiet ze ermee op? Straks komt ze weer bij de positieve. En dan is er niks veranderd. Je slaat spijker op zijn punt. Kop. Wat nou kop? Thank you.
Gebod zijn, wat was het? Niets. Inhalig zijn, guldig zijn. Enzovoort. Alles was geweldig. Ik denk niet dat ik afscheid kan nemen. Deze laatste dagen waren geweldig, met iedereen samen. Ook de ruzies mogen we niet vergeten, maar dat is nu even niet belangrijk. Ik schrijf deze brief omdat ik, gewoon voor jullie hou. Jullie waren bijna mijn leven, 8 jaar lang. Het was zo geweldig dat ik bijna niet meer zonder jullie kan. We gaan elkaar allemaal heel erg missen. En ik wed dat de jongens het vanavond ook niet meer droog houden. Dat was het dan. Deze brief die jullie in het... ik zou graag willen dat jullie deze brief in dat mapje stoppen dat jullie hebben gekregen. Zodat jullie er zelf altijd aan kan herinneren.